Er moet een second opinion komen voor de aanleg van de Sondbrug, dat vindt de SP. De partij wil dit voor alle grote projecten die de gemeente uitvoert. Nu gebeurt dat alleen bij heel grote projecten, zoals het Forum en de Regiotram. De Sondbrug wordt een brug over het Winschoterdiep tussen de Sondweg en de Driebondsweg. Het moet een verbinding worden met de nieuwe wijk Meerstad. De brug kost volgens het college 65 miljoen euro. We moeten heel erg bezuinigen in de gemeente Groningen. Er komen ook nog heel veel bezuinigingen op ons af. En wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat we goed inzicht hebben als gemeenteraad in de kosten van grote projecten. In Meerstad worden nu minder woningen gebouwd dan gepland. Dit heeft voor hoge kosten gezorgd voor de gemeente Groningen. Het staat eigenlijk los van Meerstad. Het heeft heel erg te maken met de financiële situatie van de gemeente Groningen. We moeten en fors bezuinigen en er komen nog meer bezuinigingen aan. Dus wij hebben daarover nagedacht. We dachten, nou kijk eens gewoon goed hoe je vooral bij grote projecten nog verstandiger om kan gaan met je geld. En hou daarom gewoon van tevoren een onafhankelijke kostencheck. De SP dient vandaag een motie in voor de second opinion.